In Las Vegas werden gisteren de Billboard Music Awards uitgereikt. Een prijsfestival waar je als artiest echt bij moet zijn. Aan zangeres Ariana Grande de eer om de show te openen. Met niet minder dan 57 beeldjes die verdeeld moeten worden, is het nogal een lange zit. Maar voor al die spectaculaire optredens springt het publiek massaal uit de stoel. En hoewel Ed Sheeran er niet bij is, is hij met 6 awards in de pocket toch een van de grote winnaars van de avond. En de Billboard Music Award goes to Ed Sheeran! Wie wel zelf de buit komt ophalen is Taylor Swift. Thank you so much. This means so much to me. Zangeres Kelly Clarkson babbelt de avond niet alleen aan elkaar. I can't hear you. Ze laat de sterren in de zaal ook losgaan op hun eigen hits. It is my honor to present the Billboard Icon Award. Show your love for Janet Jackson. I'm deeply humbled. En met haar 52 jaar laat Janet Jackson met een nogal strak optreden. Get the point. Good. Let's dance. Zien dat ze de terechte winnaar is van de oeuvreprijs. Ja. Je zegt zo te gek, zeg. Ja, man. Was het echt zo te gek? Ja, dat was echt te gek. Het is ook echt verdiend dat zij die Icon Award kreeg. Kijk, de Billboard is een magazine uit 1800 nog wat. Het bestaat al heel lang. Ze zijn ooit begonnen met van die stuiverapparaatjes neer te zetten in saloons bijna. Daar kon je een beetje muziek luisteren. Dus zij monitoren al meer dan 100 jaar lang de muziekindustrie. Maar toen bestond Janet eigenlijk ook al. Eigenlijk wel, ja. Ze zat helemaal strak. Ja, klopt. Maar het vond ze nog een beetje bij, want ze zag wel een beetje strak, zoals je zegt. Ja, maar ja, kijk, zij heeft een paar jaar is ze gewoon even van het pad af geweest. Maar goed, dat is met de Jacksons wel vaker. Maar zij is keihard terug en die show was zo te gek. En live gezongen. Ook wel eens fijn als iemand dat nog kan. En dansen. Ja, en ze heeft zoveel nummer 1 hits. Ik geloof 16 nummer 1 hits op rij. Een paar jaar weg geweest. Een beetje gekke dingen gedaan. Nu wel gelukkig een kindje wat erkend is. Ja, en dan zo die Icon Award krijgen. Maar is dit dan een soort van het einde van haar carrière? Of gaat er nog een doorstart komen? Dit is deel 2. Daar hopen we allemaal op. Kijk, zij heeft ooit dat album Control gemaakt. Spotify-checkers, gaat even luisteren. Dat deed ze met Jimmy Jam en Terry Lewis. Twee waanzinnige producers die zeiden, je hebt geen gitaren nodig, we kunnen het gewoon met drums doen. Dat was ook het afscheid van Janet Jackson van haar familie. Haar vader mocht haar niet meer managen. Ja, en sindsdien is Janet Jackson gewoon echt een icoon. Ik moet eerlijk zeggen, ik heb ook een keer met haar gesproken. Ik zat er gewoon in een club en naast me zat een vrouw helemaal met de doek om alles en dacht van, het is wel heel stil. Dat bleek Miss Janet Jackson te zijn. Een heel kort gesprek gehad. We zijn geen vrienden, ik zeg het er maar gelijk bij. Het is niet dat ze in mijn speeddial staat. Maar ja, weet je, soms ben je gewoon verliefd op iemands muziek. Ik sprak Arie voor de show en jij ook van, oh, toen Janet erbij kwam. Ik vond echt, jongen, in de 80er jaren, toen ze met die clips kwam, zo in begin 90, toen was ze ook zo sexy en goed. Ja, vrouw met een paspoort was het ook. Maar eerste singeltje was van Janet, Go Deep. Kijk, jongens, we zitten... Iedereen komt met bekentenissen erbij. Nee, ik ook. Maar ik zit nu je dat aan mijn vader denkt, ik denk meteen aan het nippelincident. Ik weet niet of ik naar jou kijk. Oh ja, met Justin. Nee, maar ik dacht meteen, oké, kijk hier. Ja, nee, dit was per ongeluk. Had een of andere ninja ster door de tegen. Nee, dat was allemaal zware inscène gezet en bedacht gezet. Ja, toen mocht ze gewoon een paar jaar niet meer komen. Maar het is ook wel weer mooi van de muziekindustrie. Kijk, de Billboard. Gisteren zijn er ook een paar stevige dingen weer gezegd. Het moet toch altijd maar weer uit de muziekindustrie komen om misstanden aan het voor het voetlicht te brengen. Dat is ook wel weer mooi met zo'n Billboard Award Show. Dan pakken die muzikanten toch dat podium en zeggen gewoon, we zijn er klaar mee met dat misbruik of met zo'n president. Nou, ik vind het wel prettig als het gebeurt. And I'm so sick of moment of silence. Like God, it's not working. Like obviously, so sorry. So why don't we
Why don't we not do Moment of Silence? Why won't we do Moment of Action? Why don't we do Moment of Change? Why don't we change what's happening? Because it's horrible. You can't take my youth away. Soul of mine will never break. As long as I wake up today. You can't take my youth away. You can't take my youth away. We want to dedicate this award to Avicii. None of us would be here. I know everyone that was nominated for this award was massively influenced by him. You will be missed, and I hope you're somewhere. I hope you found peace, and we love you. Thank you. Nicky, je hebt even gekeken wat ze allemaal aan hadden, de sterren. Om te beginnen onze Janet Jackson. Ja, dan is het natuurlijk ook wel even leuk om met haar te beginnen. Eigenlijk is het een beetje onbekend wat ze nou aan heeft. Maar ja, waar we het net over hadden, ze is zo metamorfose doorgegaan. Van eigenlijk iets forser naar wat slanker. En dan zo als een soort van zwaantje opkomen, vind ik echt te gek. Het lijkt een beetje op Ralph Lauren. Dat witte afgesteld met een bruine riem. En ik zat even naar de foto's te kijken, omdat ze onbekend is. Het lijkt erop of ze allerlei armbanden om heeft van Boeddha to Boeddha. En een ketting om heeft van Boeddha to Boeddha. En dat is weer een Nederlands merk. Oh, maar is dat ook zo dan? Of ja, nou, niet ik denk zeker? Het eigenlijk wel. Ja, ik zit erop te kijken. Ja, dat staat niet bij de credits. Maar of het is een lookalike. Boeddha to Boeddha staat hier echt onbekend. Die hele grove schakels. En die grove schakels om de nek. Ze leveren heel veel aan DJ's. Heel veel in de muziekwereld. Dus de kans is echt, ik denk 99% dat dit van Boeddha to Boeddha afkomstig is. Leuk. En dat zou wel echt waanzinnig zijn. Ik vond daarentegen de tweede look, die vond ik iets minder op dat podium. Natuurlijk had ze sneakers nodig om te dansen. Je bent 52 jaar, dus als je dan nog een beetje door die benen heen wil, dan is het toch wel fijn als je wat soepelheid nodig hebt. Maar ik vond het gewoon een beetje... Ja, luister, ik zie mijn moeder nog niet helemaal staan daar te bouwen op die muziek. Nee. Alleen ik vond die kettingen in combinatie met dat gouden, dat was niet helemaal mijn ding. Maar ik vind het wel te gek als je er gewoon zo uitziet met zulke strakke benen op die leeftijd. Dus echt waanzinnig. Dan hadden we Tyra Banks. Die zag je natuurlijk ook de award uitreiken. Die zag er een paar keer zitten. Zij kiest eigenlijk altijd voor wat onbekende designers. Is dit keer gegaan voor een design van Mark Bauer. Echt te gek. En zij schommelt ook altijd een beetje met haar gewicht. Zit nu waanzinnig lekker in de vel. En heeft eigenlijk een beetje hetzelfde lookje als Janet. Vond ik heel mooi. En Dua Lipa was voor mij echt number one. Dua Lipa is ook gewoon de koningin van nu. Nou, maar dit was voor mij, want dat vind ik het leuke aan deze awards. Ja, normaal heb je bij dat Met Gala, dan is het allemaal van die hele grote gala-jurken, die gowns die je allemaal voorbij ziet komen. En dit is een beetje rock'n'roll, een beetje wat MTV Awards. Vond ze het zelf ook leuk? Of, ja, kijk, zagrijnig. Nee, maar ik vind dat paars, dat vond ik gewoon te gek. Een beetje kort, een beetje décolleté. Niet te sexy. Ja, ik vond dat gewoon nog niet even mooi. Jennifer Lopez. Ja, Jennifer Lopez had denk ik de allerduurste jurk combinatie aan van het hele event. Die rok, die is van Krokodil, die kostte maar liefst 65.000 euro. Nee, van Cavalli. Om te vangen is dat natuurlijk. Krokodil, je moet echt een serieus jacht maken. Ja, ja, was een koopje. Topje daarentegen was iets goedkoper. 1500 euro, ook van Cavalli. Ja, ik vond dit helemaal niks. Ik vond gewoon een hele grote bruine vlek, terwijl ik haar bloedmooi vind. Maar ja, dit was mijn minpuntje. Goed, dankjewel, Nicky.